Ja, ik ging, uh, begin van het jaar ging ik naar uh, Spanje toe met de bus natuurlijk. Ik uh, werk voor Rompot, uh, de Wielenploeg. Uh, ja, ik was in Barcelona en uh, ja, ik voelde me niet zo lekker. Ik had een uh, last van een bloedneus. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en toen ben ik daar uh, uiteindelijk moeten blijven natuurlijk, omdat ik uh, acute leukemie had. Toen heb ik een beenmergtransplantatie gehad in het uh, Erasmus in uh, Rotterdam. Dus uh, ja, dat geluk heb ik in ieder geval nog gehad dat ik uh, daarvoor in aanmerking kwam. Dus ja, dan ga je leven er wel in één keer heel anders uitzien. Ja. Hoe is het nu met je? Ja, ja, nu naar omstandigheden gaat het wel redelijk, ja. Ik uh, mag niet lagen, ik kan wandelen, ik kan in ieder geval wat fietsen. Ja, Je kan geen vermogen leveren natuurlijk, want dat is het allemaal nog wat te kort voor. Het eerste half jaar of het eerste jaar, dan heb je nog kans op afstoning verschijnselen. Dus uh, ik moet gewoon heel voorzichtig zijn met uh, ja, voor ook wat betreft infectiegevaar natuurlijk, geen handen geven. Maar eigenlijk niet in grote menigtes begeven. Dus ja, nou ja, dat is iets wat je zelf in de hand hebt natuurlijk. Hè. Maar voor de rest uh, mag ik niet lagen. Maar heb je een zware tijd gehad? Was het moeilijk? Uh, het was wel best moeilijk, ja. Ja, ja. Dat kun je achteraf al zeggen natuurlijk. Op het moment dat je erin uh, ligt. Als je daar twee maanden ligt. Je hebt twee chemokuren achter elkaar gehad. Ja, daar uh, word je niet echt veel beter van natuurlijk. Maar het, is wel de, ja, het was nodig en je had het nodig natuurlijk. En de, maar goed dat het er allemaal is. En dan, ja, dan uh, ja, vallen je nagels uit, je huid gaat uh, van je handen af. En uh, allerlei uh, bijwerkingen die je krijgt. Ben je weleens bang geweest? Nee, want als je bang bent dan, uh, dan kun je niet overleven natuurlijk. Hè? Want dat is het, overleven? Ja, het is gewoon overleven natuurlijk. Je moet gewoon weer verstand op nul zetten en hopen dat, uh, dat het uh, kwartier de goede kant opvalt. En uh, ja, misschien, uh, dat, dat moet je doen. Kijk, als je bang bent... Dan uh, ja, dat is dat natuurlijk de slechtste raadgever die er is. En uh, je bent toch, op dat moment ben je toch afhankelijk natuurlijk van de medische wereld. En je hebt het zelf niet meer in de hand. Een wedstrijd heb ik in de hand natuurlijk, maar dat niet meer. Nou, de laatste keer natuurlijk in het Erasmus ja, dat uh, duurde ook nog uh, bijna twee maanden. Zeven weken heb ik daar gelegen. En dan, uh, ja, daar gaat, dan hak ik het er wel in. Hoor. De laatste twee weken dat ik daar gelegen heb, toen uh, brak ik eigenlijk wel een beetje. Want ja, het is... Het is nou allemaal, het is nogal wat natuurlijk. Dus, uh, en je beseft ook wel van, uh, ja, dat het ook uh, wel eens uh, niet aan kan slaan of uh, de verkeerde kant op gaan. En uh, ja, als je natuurlijk acht kilo afgevallen, ja, dan ga je er ook niet uh, heel veel beter uitzien. En dan ga je, ja, dan slaat wel eens een beetje de twijfel toe. Maar ja, ik heb toch nooit echt uh, op willen geven, snap je? Ik, bedoel, ik heb het altijd... Uh, ik heb er altijd in geloofd dat het uh, de goede kant op zou draaien en ik hoop dat dat gewoon zo blijft, dus ja. Uh. Wat zijn de vooruitzichten? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat zeggen ze in het ziekenhuis ook niet uh, in Rotterdam van uh, ja, dat zijn de vooruitzichten en uh, kans op genezing is uh, dat of dat of dat kunnen ze ook nooit, dat mogen ze ook nooit, dus uh, ja, de kansen, ja, de kansen zijn altijd 50-50 natuurlijk. Hè? Dus, uh, en ik pak die goede 50 en dan uh, daar gaan we mee. Uh, daar gaan we mee op pad. Maar ik heb wel goede hoop. 100, 100 procent.